Goeiedag. Het was een onstuimige dag vandaag. Met veel regen, vooral in de noordwestelijke helft van het land. Op het weerstation in wijk aan zee zo'n 50 mm. Terwijl het normaal gesproken over de hele maand 80 mm valt. En ook de wind die pakte behoorlijk uit. Een tornado was gesignaleerd in de omgeving van Barendrecht en ook Zelhem heeft last gehad van veel wind. En deze bomen in Teteringen zijn geveld door een stevige windvlaag van zo'n 90 kilometer per uur. De veroorzaker van dit slechte weer is inmiddels al vertrokken van de weerkaart. Wij hebben het komende etmaal te maken met de wind vanaf het westen tot het noordwesten. Het waait nog wel behoorlijk, vooral een zee, krachtig of hard, windkracht 7 of 8. En daarbij is de lucht tamelijk onstabiel. Maar van het weekend, dan wordt het allemaal beter, komt er een hooggedrukt drukgebied op de weerkaart. En zal er duidelijk minder wind komen te staan. Vanavond is het op een enkele bui na, verder landinwaarts, droog op veel plaatsen. De temperatuur ligt rond een graad of acht. Verder inwaarts staat er niet al te veel wind, maar langs de kust waait het nog stevig. Windkracht zeven of acht. Ook morgen is het tamelijk onstuimig, vooral in het noordelijk deel van het land. Daar komen in de ochtend al een paar buien voor, en die buien die trekken geleidelijk aan naar het zuiden. Ze arriveren in de middag in het zuidelijk deel van het land, terwijl het dan in het noorden gaat opklaren. Morgen wordt het hooguit 11 graden en de wind waait de hele dag stevig door. Pas in de middag en avond neemt de wind af. In het weekend is het dan tamelijk rustig, met perioden met zon. Vooral op de zondag schijnt de zon geregeld. Bij temperaturen van 12 graden, nog steeds te laag voor de tijd van het jaar. Maar daartegenover staat dat er minder wind staat vanuit zuidelijke richtingen. Na het weekend. Dan wordt het nog iets milder, zo'n 14-15 graden, maar wordt het wel weer wisselvallig met dagelijks een paar buien. Maar zoveel buien als er morgen vallen en zoveel wind als we de afgelopen 24 uur gehad hebben, dat verwacht ik voorlopig niet. Ik wens u een fijne avond.